We hebben maar liefst 6 mannen ook uit de NK-finale van het afgelopen jaar, dus ga er goed voor zitten. We kijken naar plaat nummer 18, CRT Raalte, Bodhi Bakker. Plaat nummer 17 is Finn Braakhekke. We gaan naar de Heideclub uit Noord-Bergen, Steven Roé. Barendrecht is hier met Stijn Ouwens. De knup uit Nuland laat je horen voor Jan Kroos. Lyon Door met Bart Bakker. We gaan naar Talent BMX Fast, Guusje van den Einde. En de laatste man, All Stars BMX Nederland, plaat nummer 14, Jason Noordam. Finale categorie Boys 11 jaar. Ja, Raymond, jij zei het al, maar liefst 6 man uit de finale van het NK vorig jaar komt hier weer bijeen in de finale ronde nummer 2 van de topcompetitie 2016. Wie komt er als eerste genoeg uit? Guus van den Einde. Vers Kuske, gaat hij naar Deidingen, gaat daar zij aan zij met de barbe weer hoor, gaat hij onderuit. Komt daar zij aan zij met Jason Noordam, want Guske komt daar hard ten val. En we zien ook dat Noordam de eerste positie kwijtraakt. En dus Bart Bakker van Lyon Door Valkenswaard die de leiding heeft overgenomen. Verrassende finale zeg. En Kraus, ook hij zit erbij. Jan Kraus gaat daar nog de leiding overnemen. Noordam teruggevallen naar nummer 3. Jawel, dat is inderdaad de wijrijder die naar de eerste plaats toe gaat. Wat gebeurt hier allemaal? Jan Kraus, hij dus aan de leiding. En dan is het Bart Bakker. En dan is het Jason Noordam op plaats nummer 3. Maar de winst is dus voor Jan Kraus van FCC Nuland. En dat is toch serieus race, Olaf.